We live in this age of amazing new stuff and no progress. A successful society is a progress machine, and it turns amazing new stuff into most people's lives getting better. That doesn't happen automatically, and that machine is broken. De komende maand onderzoekt VPRO Tegenlicht de ongelijkheidskloof in Nederland. Hoe kwam dit thema in eerdere afleveringen aan bod? Welkom in het archief van de toekomst. Right now in the Netherlands, about 60% of the wealth belongs to the top 10% wealth holders. It's a lot. It's okay to have rich poor middle, but if the rich are rising 3 or 4 times faster than the average, which apparently is what's happening in the Netherlands, just like in other European countries, then in the long run, this can be, of course, a serious problem. Tweede Kamerleden die halen hun agenda, wordt voor een deel natuurlijk bepaald door wat zij in hun directe omgeving meemaken. En hun directe omgeving is het hockeyveld van hun kinderen. Of het gymnasium van hun kinderen. Hè, of de feestjes van hun vrienden en familie, waar allemaal hoog opgeleid zit. Dus als vanzelf sijpelen vooral die problemen en die wensen veel makkelijker door op de agenda van de Tweede Kamer. Dan de wensen en de problemen en de zorgen van die 70% van de bevolking die niet hoog opgeleid is. Ik heb het gevoel dat hun maling hebben aan wat wij vinden. Hun zeggen altijd natuurlijk op tv, nee, wij luisteren zeker naar de mensen en we vinden het heel belangrijk wat ze vinden en ze moeten ook blijven zeggen wat ze vinden. Maar ondertussen doen ze helemaal niks. Nee, ik vind het echt belangrijk dat we het in de juiste volgorde doen. Maar we moeten dat wel ook eerst in de ministerraad doen. Ik snap die vraag, maar ik vind het ook met z'n allen dat in de juiste volgorde doen. En dat betekent dat we dat eerst in het kabinet moeten bespreken. The political elite finds itself detached from its voters and relates to them in increasingly artificial ways. It talks to its voters as though it were just a company selling products. Er komen luxe appartementen, er komt een restaurant. Amsterdam wordt per opbod verkocht. Alles moet wijken voor het geld, alles moet wijken voor weer nieuwe restaurants. En het is ook een plek waar langzamerhand alleen maar rijken kunnen wonen. Ik krijg ook geen woning. Krijgen is natuurlijk een groot woord. Is niet mogelijk. Wat kost het? Het gaat over de 710 euro kosten voor een woning. Die ging reageren voor een woning van 28 vierkante meter. Bij IJmeren zit een gang bij van 1 meter bij 6. Dus die valt er al af. 713 euro. This whole ideology of, don't worry, the market can do everything. The market can decide, the market will discipline. And it's the separation of the market from politics, from culture, from social, from society. That people discover actually, you know, the market has caused me to lose my job. The market has caused grave global financial crisis where the whole world has almost come to an end. And I'm paying the price for it. The people on the top of the gap use their wealth and power to ensure that when good stuff happens to our societies, when new medicines are invented, when new technologies are invented, when money comes in, when people want to buy the products and services of our country, the gap is weaponized to ensure that the people on the top command most of the benefit of that new stuff. Mijn beeld van een gezonde, beschaafde samenleving ziet er als volgt uit. Je geeft iedereen recht op hoge kwaliteit publiek onderwijs, een hoge kwaliteit zorg. En je geeft ze een vloer om op te staan. En die is onvoorwaardelijk. Die moet er altijd zijn. Die hoef je niet af te dwingen door allerlei formulieren in te vullen of jezelf te vernederen aan de balie van de sociale dienst. Dat hoeft niet. Dat is gewoon een recht, dat is geen gunst. Zoveel mensen leven nu van salaris naar salaris.
Terwijl met een basisinkomen kan je zeggen, oké, ik ga die nieuwe baan zoeken. Ik begin een nieuw bedrijf. Ik verhuis naar een andere stad. En ik zeg nee tegen die klootzak waar ik nu al jaren tegenaan zit te kijken. Politiek die gaat niet bewegen als er niks aan de hand is. Als er in de kranten niks geschreven wordt, als de openbare orde niet verstoord wordt, waarom zullen ze dan luisteren of waarom zullen ze reageren op een brief? Willen wij in Nederland daadwerkelijk iets veranderen? Willen wij de politieke en bestuurlijke elite onder druk zetten en ze duidelijk maken dat de verdere verarming van de Nederlandse middenklasse moet stoppen? Dat er maar één manier is om dat te doen. En dat is inderdaad de ouderwetse manier met spandoeken en met ketelmuziek naar een plein gaan. Ten einde duidelijk te maken dat wij, middenklasse Nederland, het niet langer pikt. Ja, de boze burgers die roeren zich nu vooral op een aantal wegen. Bijvoorbeeld op de A1 van Hengelo naar Amsterdam. Bij de Alphen aan de Rijnse staat zo'n 3 kilometer. Wat langer is de file daardoor op de A7. Wil je meer weten over de ongelijkheidskloof? Duik in ons archief van de toekomst. En ontdek deze afleveringen en andere thema's van VPRO Tegenlicht.